Ik heb even heel erg goed nagedacht wat ik nou wilde gaan doen. En er is een plan. Komt wel die zakelijke afspraken die je telkens alleen maar hebben. Het is 1 mei 2002 en we zijn in Alicante. Ja, angst die ik 10 jaar geleden nog niet had. Geniet ervan, man. Je krijgt koude rillingen van. Hola, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben er weer, terug van weg geweest. Ik heb even heel erg goed nagedacht wat ik nou wilde gaan doen. En er is een plan. Het zit zo. Ik ga je gewoon meenemen deze zomer in mijn leven, een inkijkje. Maar af en toe blik ik ook terug op 20 jaar geleden. Toen was ik 15 jaar oud. En heel de zomer met mijn ouders en mijn broertje in Spanje. En ik was toen voor het eerst verliefd. Dus het leek me wel leuk om af en toe terug te blikken op die zomer. En je dus echt mee terug te nemen naar hoe ik was als puber en tiener. Ik weet niet wat ik allemaal kan laten zien, maar ik heb verschrikkelijk veel gefilmd. En ja, hoe ben ik nou eigenlijk geworden? Dus, en ook natuurlijk qua liefdesleven en alle dromen die ik had. Het zijn best wel dingen die ik toen ook tegen de camera heb verteld. Dus nou ja, ik dacht dat een beetje als rode draad. Dan gaat het niet alleen maar over wat ik nu allemaal uitspook. Nou, op dit moment is het dus juni 2022 en het gaat eigenlijk wel goed. Het is heel druk. Qua werk heb ik het nog nooit zo, eigenlijk nog nooit in zo'n luxe positie gezeten als freelancer. Ik heb veel leuke opdrachtgevers. Ik ben bezig voor NRC, voor Trouw, voor het tijdschrift NC. Daarnaast zijn er plannen voor een nieuw boek. Wel heel concreet al, alleen ja, ik moet er wel tijd voor zien te vinden. En daarnaast werk ik ook voor Mels, wel een aantal uur per week. Het gaat super goed met zijn bedrijf. Hij werkt in de logistiek, dus iets totaal anders dan wat ik normaal doe. Maar goed, hij heeft natuurlijk ook tekst nodig, onder andere. En ja, ik vind het ook wel heel erg leuk om daar betrokken bij te zijn en hem ook zo te zien groeien. Wat dat betreft gaat het goed. Alleen moet ik nog een beetje een balans zien te vinden. En het is ook wel een heftige periode geweest natuurlijk, afgelopen maanden. En ik ben qua energie nog niet helemaal waar ik zou willen zijn. Maar ja, ik ben wel happy, dus. Nou, en dan heel eventjes terugdenken aan 20 jaar geleden. Hoe was ik toen? Nou, onzeker om te beginnen, maar ja, goed. Welke puber niet? Hallo, hi eetcamera. Dit is Sophie. Ja, ik wil zeggen die fucking batterij eruit. Oké, opnieuw. Ik ben dus nu 14 jaar, maar als ik het zie, ben ik waarschijnlijk 31. Hi Sophie. Ik wilde ook ontzettend graag van alles doen op creatief gebied. Dus schrijven, schilderen, filmen, muziek maken. Ik wil echt gewoon mensen diep raken met mijn tekst en mijn muziek. Dat zoek ik zo erg. Ik hoop zo erg dat het mij dat lukt. Eigenlijk alles wat ik nu toch in meer of mindere mate ook nog steeds doe. Dus het is eigenlijk wel waanzinnig dat dat is gelukt. Ik ben er wel heel erg dankbaar voor toch het leven wat ik heb gekregen. Ook waar ik woon trouwens, want ik ben vlakbij hier opgegroeid. Als ik uit het raam kijk, dan zie ik schuin het oude huis liggen. En ik had me altijd al voorgenomen van, nou, ik wil een tijdje naar de stad. Dat heb ik ook gedaan op mijn 18e. Maar als ik terugkom, wil ik echt liefst terug vlakbij waar ik opgroeide. Dus er zijn echt wel wat dingen uitgekomen. En natuurlijk, ja, mijn ouders en mijn broertje, gewoon een goede band mee. Dat was toen niet altijd. Vertel ik later nog wel over, of niet. Nee, maar ik denk wel die zomer 20 jaar geleden is wel een van de leukste zomers die ik heb gehad. Nou, even over tot de orde van de dag. Ik zit te wachten op Mels. We gaan zo lekker samen even flex werken. Dat doen we een paar keer per week. Dan gaan we samen ergens zitten en nou ja, lekker werken. Ik denk dat we even naar Willemstad gaan en dan gewoon een leuke dag van maken. Moet je niet werken, joh? Moet jij niet werken? Voor wie moet ik werken? Voor mij. Samen flexwerken in Willemstad. Ik moet samen sekswerken in Willemstad. Sekswerken. Nog beter, sekswerken. Zou je dan meer of minder verdienen dan wat je nu verdient? Nou, ik denk niet dat ik meer verdien. Nou, dan kan wel high-class escort zijn natuurlijk. Jij? Ja, ik, jij. Dan loopt het wel als escort. Ik weet al lang hoe je tegenmaakt. Hij moet en zal die vlieg te pakken krijgen. Hier, Toop. Hij zei, dank je. Ja. Bedankt voor de tip. Ik ben wel blij met mijn eigen vliegenvangertje. Dat doet Roelie niet meer, hè? Nee. Nou ja, soms dan haalt hij ineens uit. Ja. Ja. Maar ja, hij hoort hem niet natuurlijk. Nee, daarom. Ik heb hier niet zoveel gefilmd meer de laatste tijd. Nee. Doe het erg. Ja, tuurlijk.
komt wel die zakelijke afspraken die je telkens alleen maar hebben. Je stak je hand uit naar een hond. Ja. Dat was echt heel schattig. Zo automatisch stak je je handje uit. En dan gaan we even 20 jaar terug in de tijd. Naar de vakantie met mijn ouders en mijn broertje in Alicante. Dit was de dag van de allereerste ontmoeting met mijn allereerste vriendje ooit. Hoi, hier ben ik. Ik introduceer even dit bandje. Het is 1 mei 2002 en we zijn in Alicante. Hoe zie ik eruit zo? Nou ja. Hier liggen de kinderen, die zijn een stuk groter geworden. Sophie is een vrouw, weer ze. Sophie is op dit moment net fallen in love, zeg maar. Ze hebben al gezoend. Kijk even dat blije puberhoofd. Ik was echt op slag verliefd. Dat is echt zo'n schatje gewoon. Dag. Hij is zo lief. Hij is heel braaf. Hij doet echt precies wat zijn vader is. Kijk, zo'n kind zoeken wij nog. Volgens mij zit hij echt helemaal onder de plak. Ja. Hij is echt 17. Ja, ja. Hij is een jong ventje. Maar hij is leuk. Maar hij wil alleen met haar naar Benidorm, volgens mij. Ja, en dan dat doet maar. Nou ja, ons ma brengt ze op zich, is dat ook. Moet eigenlijk kennen, hè. Jullie gaan dat kennen. En dan komen ze met een taxi terug. Maar gisteren zegt zij tegen mij, hij gaat nooit uit. Oh, ja. En hij zegt, ja, ik ga uit in Alicante en in Benidorm. Dus hier klopt ook het een en ander in. Tuurlijk niet. Dat was de mensen. Hij is waarschijnlijk niet zo braaf als dat zij hem voordoet. Nee. Ze hebben hem verkopen natuurlijk. Ja, dat zal wel, ja. Het is een vreselijk cliché, maar echt, voor je het weet ben je 20 jaar verder. Ik zit gewoon dichter bij de leeftijd van mijn ouders dan bij mijn eigen leeftijd. Want mijn moeder was daar 47. Dus het is 12 jaar ouder dan wat ik nu ben. Maar wat ik zo grappig vind aan dat fragment van zojuist, is dat mijn ouders dus samen een beetje in overleg gingen van, oh, dat moet toch kunnen als je 15 bent, lekker op stap gaan. En ik echt zo van, nou nee, dat hoeft niet hoor. Nee, ik was echt heel voorzichtig en eigenlijk nog steeds. Ik ben nooit een heel erg stapper geworden. Ja, ook omdat ik nooit heb gedronken. Ik heb wel periodes gehad dat ik wat meer uitging, maar toen was ik iets ouder. Eigenlijk kostte het me altijd meer energie dan dat het me echt wat opleverde of zo. Maar goed, het is zo'n bizar idee dat dat 20 jaar geleden is. Ik kan me er gelijk weer in verplaatsen hoe ik me toen voelde. Ook toen ik die jongen zag. Het was echt een hele leuke jongen van 2,5 jaar ouder dan ik. En heel anders natuurlijk dan wat ik gewend was van school en... Hij woonde daar met zijn ouders en hij deed gewoon wat klusjes. Dus ik kwam hem af en toe dan tegen daar in het park. Maar goed, oké, even terug nu naar het heden. Ik ga nu eerst even naar Konijnenrijk. Daar kan je winkelen en even wat drinken. Mijn moeder komt daar naartoe, want ze had een... ze mag het zo vertellen, even een issue vanochtend. En ze moest daarvoor even langs de dokter, wilde ze. En daarna komt ook nog mijn vriendin Martine. Dus het is waarschijnlijk een rommelige dag, maar ik hou ervan. Dat weet je waarschijnlijk wel. Ja, de G7X, dat weet ik nog. Ja, ik weet niet hoe lang. 6000 jaar geleden. Maar een goede camera is gewoon kapot gevallen. Nu heb ik een tijdelijke. Maar ik ben alsnog opgelicht, geloof ik, via Marktplaats. Ja, natuurlijk ben je opgelicht. Hoe is het verder met je mam? Kut. Ik vraag op aan je klanten die er gebeten zijn door teken. Oh, vertel even, ja. Mijn moeder die heeft dus een hond en die heeft sinds gisteren nog een huisdier, een tekenerbeen. Ja. En nu zijn we bang dat je de ziekte van Lyme krijgt. Ik ben bang om de ziekte van Lyme te krijgen. Wie van jullie, stel me eens gerust, is helemaal vrot gebeten en had geen Lyme? Wie? Ja. Moet dit wel snel online zetten. Ik wil geen negatieve verhalen. Nee. Ik wil alleen eerlijke positieve verhalen. Maar hoeveel mensen krijgen de ziekte van Lyme? Ja, dat weet ik niet. Maar ik ben er gewoon bang voor. Ik weet het niet waarom. En dan heb ik een zere schouder en dan denk ik, oh, dat is al die gewrichtspijn. Je weet toch dat dit niet... Nee, dit maar ik heb een hele zere schouder. Maar je weet toch wat angst doet met je lijf? Ja, weet ik. Ik heb echt een zere schouder en dan mijn nek hier.
Ik heb het niet gezien. Ik heb toch opgenomen. Nou, mam, nog laatste woorden? Moet je nog iets kwijt? Laatste woorden? Ja. Ja, dat vind ik ook leuk. Ik heb nog nooit met twee vrouwen tegelijk geshopt, geloof ik. Nou, ik ga achter Martine aan. Jij zet hem op. Doei, mam. Ja, je mag ook blijven. God, zielen. Wat nou weer? Oh. Oh. Gaat niet door, hoor. Kijk hem liggen in de vest. Kijk hoe lief. Goedenavond, het is alweer 8 uur. Ik ben lekker thuis alweer aan het werk. Maar even een update. Ik heb deze gekocht. Ik heb nog nooit iets van oranje gehad. Ik dacht dat het me niet stond. Misschien staat het me ook niet, maar nou ja. Hij is van Gimpsy. Nog nooit van gehoord, maar blij mee. En ik ga me nu even klaarmaken, want ik heb zo dadelijk een interview. Gewoon lekker in mijn pyjama. Zo heerlijk. Met een seksoloog. En dat is voor tijdschrift NC. Heel excited. Ik vind het wel leuk. Ik schrijf niet zo heel vaak meer voor bladen, maar voornamelijk voor kranten. Ook weer een uitdaging. Dus op zich is dat natuurlijk een maatschappelijke ontwikkeling, denk ik. Maar ik heb dus het gevoel dat het ook wel een soort trend is. En van een interview met een seksoloog terug naar 20 jaar geleden, toen ik me klaarmaakte voor mijn allereerste date. Nou, doe eerst je ogen maar in de spiegel. Maar ja. Vertel me in de spiegel. Nou, dit is een hele leuke Belgische jongen. En ik heb net al met zijn broertje bij even een stukje gelopen. En dat gaan we nu weer eens samen doen. Dus we gaan inderdaad een stukje lopen. En het is al heel laat. Het is al heel donker. Het is 9:30. En ik ben wel rond 10:30 uur tussen terug. Dus maak je maar geen zorgen. Het wordt heel leuk! Hij nam me mee wandelen over de golfbaan en ik herinner me vooral hoe ontzettend onschuldig en lief het allemaal was. Ik had echt geluk met hem als eerste vriendje. Goedemiddag, ik sta in Willemstad, want ik heb afgesproken met mijn vader. We gaan gewoon even lekker wat drinken en een stukje lopen en een beetje praten. Ik merk, zat ik net te denken, dat ik de laatste 2 jaar ben ik er steeds meer mee bezig met hoe oud mijn ouders zijn. Hoeveel jaar hebben ze dan nog? Dus ja, ik weet, daar moet je eigenlijk helemaal niet over nadenken. En je moet gewoon in het moment leven en dingen zijn ook gewoon nog zoals ze altijd al waren. Mijn vader geeft heel veel vliegles, juist nog steeds. Hij heeft super druk. En mijn moeder heeft ook net haar hond. En ze zijn nog bij elkaar, even voor de duidelijkheid. Maar ze wonen dus gedeeltelijk apart. Ze hebben 2 huizen. Gewoon omdat het werkt voor ze. Dus er is eigenlijk geen enkele reden om daarmee bezig te zijn. Maar toch denk ik daar veel over na. En ik denk dan ook over, god ja, hoe kan ik ooit afscheid van ze nemen? Het is echt een angst. Ja, een angst die ik 10 jaar geleden nog niet had. Maar mijn ergste angst die ik nu heb is echt dat ik mijn ouders verlies. Vooruitdenken, dat zit zo in me. Dat is echt, ik weet niet waarom ik niet meer in het moment kan leven. Dat moet ik nog steeds leren. Ik heb even een gesprek net met mijn vader hier. En je zegt net terloops dat... Dat alleen de dingen in het leven die gezeik geven... Nee, andersom. Nee? Oh, sorry. Ja, zijn de moeite waard, zijn de leuke dingen. Het zijn de dingen die vanzelf gaan, waar je nooit een seconde over wakker hoeft te liggen. Of waar je nooit moeite voor hoeft te doen. Moeite hoeft doen of, in die zin, of negatieve kanten aan zit. Dat zijn niet de dingen die beklijven in het leven. Daarom zoek ik altijd weer nieuwe dingen. De mensen zeggen, je bent al 2 keer met pensioen gegaan al. Waarvoor ga je niet rustig genieten van je geld? En alleen als ik dat woord, of genieten van je rust, van je pensioen. En alleen als ik dat woord al hoor, dat van genieten van, dan krijg ik koude rillingen van. Waarom dan? Omdat ik het zo'n godvergeten cliché vind en dat het zo staat voor een soort
aftakeling. Om ja, degeneratie. Tuurlijk, ik moet toch niet genieten. Enorm dat ik hier met jou zit. Ja. Het is heerlijk op de terrasje. Het is vandaag donderdag. Natuurlijk geniet ik. Ja. Ja. Maar het moet niet elke dag zo zijn. Gisteren had ik geen tijd voor je. Morgen dan baal ik, staat de wekker weer. Maar is het ook niet iets calvinistisch wat gewoon zo in je opvoeding zit? Natuurlijk, zo. Ik geloof het direct. Zoals het kort gezegd, als ik nu echt stop met werken en echt met pensioen ga, dat betekent dat ik nooit meer vrij ben. Ja, dat snap ik, ja. En weet je, ik verwerk in deze vlogserie dus beelden van Bon Alba, dus 20 jaar geleden. Hoe was dat toen voor jou, als je dan vakantie had en met ons? Oh nee, dat was fantastisch natuurlijk. Want je moest hard werken en je had een hoop druk en stress van je werk. Dus met z'n allen op vakantie gaan was natuurlijk heerlijk. Wat vind jij erin, Fie? Nee, ik wil even jou. Kom maar. Geef maar. Ik realiseer me dat ik eigenlijk heel bevoorrecht ben dat ik nu hierover kan napraten met mijn ouders en mijn broertje. Dat is niet voor iedereen weggelegd ten slotte. Volgende keer neem ik je verder mee in het verhaal. Want er is nog heel veel te vertellen.